Ik ben Johan Alterman. Wij zijn hier allemaal vandaag naartoe gekomen met een bus Belgische begonja-telers om hier een begonja-tapijt aan te leggen op de Grote Markt in Haarlem. Zoals je ziet is het een prachtig resultaat geworden. Gisteren waren we nog aan het bloemen plukken. Vandaag zijn we hier met een 45 vrijwilligers om het tapijt uit te leggen. Het tapijt zelf is een fragment uit een schilderij van Frans Hals. Frans Hals, een bekend schilder van Haarlem, ooit in België geboren, in Vlaanderen geboren, dacht ik. Waarom gebruiken we Belgische begonjabloemen? Of waarom gebruiken we begonjabloemen te koer? Begonjabloemen staan nu op het veld in volle bloei, zowel hier in Nederland, ook in Nederland staan begonjabloemen. Maar dit zijn Belgische begonjabloemen. Waarom Belgische? We hebben in België een vereniging die gewoon is van zulke tapijten aan te leggen. Om kort te zijn, wij leggen op vele plaatsen tapijten, maar dan wel tussen 15 augustus en 15 september. Want dan pas staan de begonja's in volle bloei bij ons op het veld. Typisch Haarlemse tapijt zullen komen te doen. En dan heb je het glas. En dan is het tapijt officieel veranderd. Onder grote dankzegging, oké, dat gaan we officieel doen, maar onder grote dankzegging aan de Haarlemse evenementenstichting en alles komt door. Dankjewel, dames en heren.